Roda JC heeft iets goed te maken. De ploeg van René Trost kreeg vorige week met maar liefst 4-1 klop in eigen huis van Almere City. Dat goedmakertje moet er komen tegen de Graafschap in Doetinchem. Lekkere sfeer trouwens hier in Doetinchem. Tussen de 6 en 7000 mensen zijn aanwezig. Fijne entourage. Jansen tovert dus een gele kaart tevoorschijn en die gaat naar Van Ewijk. Krijgt een zetje van Peppe en komt daarna inderdaad gevaarlijk in bij Van Hiefte. Ja, Verbiest is content. Tarfi, oh ja, toch komt hij daar. Zou misschien naast zijn gegaan, maar Verbiest, die zit er goed bij. Nee, die zou erin zijn gegaan. Ramos. Oh, loopt zich vast bij Vermeij. Nu gelijk door. Ja, kan dat? Pas dat? Ja, dat kan. Dat wordt een kans. Dat wordt een goal voor de Graafschap. Het wordt 1-0 via Jerry van Ewijk met zijn 8e goal van dit seizoen. En als er één hier een heel slecht gevoel bij Roda aan overhoudt, dan is dat uiteraard Guy Ramos. Wat nam die het daar gemakkelijk op, zeg. Te gemakkelijk. Ah, zal ik die kant op gaan? Ja, denk van mij, dat weet ik ook. Die zit er uitstekend tussen. Deze paas is ook nog voortreffelijk. En Van Ewijk heeft dan de rust om Biemans nog uit te spelen. Ondertussen een klein beetje consternatie. Rondom de scheidsrechter die ongetwijfeld een kaart heeft gegeven vanwege het feit dat er een shirt te ver omhoog ging. En Van Ewijk had al geel. En gaat er nu vanaf. Nou, die vreugde is dus van heel korte duur. Er wordt dus wat geschreeuwd vanaf de tribunes. Dat zal de arbitrage ongetwijfeld in de gaten houden. Fijk. De Moerje legt af op Van Hiefte. En bijna is het 1-1. Redelijk snel na de rode kaart voor Van Ewijk. Hier de kans voor Roda om al naast de Graafschap te komen. En Jansen vindt het mooi geweest. Die zet zijn horloge stil. En die gaat naar binnen. Maar genoeg is genoeg, zegt Ed Jansen. Maar we gaan dus naar binnen voor een zeg maar afkoelingsperiode. Goed, Ed Jansen heeft de bal en krijgt nu de steun van de supporters van de Graafschap. Na een minuut of 13 kunnen we de wedstrijd hervatten hier in Doetinchem. Garcia Calvete en Ramos is net op tijd gedraaid. Nou, de mensen van Roda gingen toch met een onbevredigend gevoel de kleedkamer in. Want die hadden toch een bepaald misschien tempo gevonden. Ritme gevonden waarin het kansen kreeg. En nu komt hier de kans voor de Moesje. Die moet heel ver naar de buitenkant. En Jurjes heeft hem dan te pakken. Lazic langs Van Hiefte. Biemans. En Tarfi. Die gaat naast. Eshara vrij. Lazic. Ja. En pootje haken Dijkhuizen. Nee. Zegt de arbitrage. Lazic maakt nog ruzie. En dan is Schreurs weg. Prupper ook rood. Dit is ook rood. Zo blijven er 9 over. Ja. Zo blijven er 9 over. En hier begint het natuurlijk. Als Dijkhuizen zijn been laat hangen, Lazic er tegenaan loopt, is het een overtreding of niet? En dan die bal in de diepte op Schreurs en aan de noodrem getrokken. Zij dan nu, de 10e en de 11e man. De 9 van de Graafschap tegen de 11 van Roda. En zo is het al gelijk 1-1 via Biemans. En is dit dan het schaap dat over de dam komt?
Mooie hoekschop uiteraard, waar Jurjes zich op verkijkt. Volledig op verkijkt. En Biemans heeft hem heel gemakkelijk voor het inkoppen. Van Peppe, Van Hiefte. Van mij snapt helemaal niks van deze beslissing. Ja, de bal speelt Van mij natuurlijk niet. Husscher, Jurjes, weer niet. Dijkhuizen raakt de lat. En Dijkhuizen frommelt hem binnen. En zo is het ongelooflijk snel van 1-0, 1-2. Twee goals om de oren. Snel achter elkaar. Kijk Jurjes daar grabbelen en graaien. En dan moet Dijkhuizen de bal het laatste zetje hebben gegeven. Nadat Ramos, de bal die van de lat terugkomt, heeft ingekopt. Ja, aan Roda dus de taak om het karwei echt af te maken. Het verschil van 1 uit te breiden. Dan is het uiteraard echt gedaan. En Van Hiefte onderneemt hier een poging om die derde goal te maken. En was heel dichtbij. Kan Roda het nu afmaken. 5 minuten voor het einde. Misschien wel via Van Peppe zelf. Ja. Dat had dus gekund. En iedereen doet mee. Hoe gek het ook klinkt, de fans van de Graafschap zullen wellicht zeggen na afloop dat ze hebben genoten van de strijdlust binnen hun ploeg. Het vechten, knokken om iedere centimeter. Want ze verliezen met 2-1. Van Roda JC, dat toch ongelooflijk tegenvalt hier vanavond op de Vijverberg. Hoe dan ook, Roda wint hier met 2-1 van de Graafschap. Je zag dat beide ploegen graag wilden. Ik denk zeker ook wij. We probeerden snel druk te zetten. Dus dan krijg je van die beetje Engelse momenten. Ja, totdat Guy Ramos toch wel een grote fout maakt, vind ik. En zij 1-0 scoren. En tot mijn verbazing moest diezelfde man ook van het veld af. En ik denk dat dat onze reddingsboei is geweest. Het zijn de regels, toch? Ja. Kan je niks aan doen? Ik kan ze niet veranderen, nee. Het lijkt me wel lastig om te accepteren als je zo lekker aan zo'n wedstrijd bent begonnen. Ja, alleen het gebeurt. En uiteindelijk die wedstrijd moet je nog doorspelen. Dus alle zeilen weer bijzetten om te kijken van hoe gaan we dat oplossen. Dan komt dat moment tussen Prupper en Scheurs. Wat gebeurt daar? Ik stap achteruit en hij komt voor mij terecht en gaat eigenlijk 1-op-1 op de keeper. Ja, nog wel 42 meter te gaan, denk ik. Alleen ik hou hem ietsjes aan zijn rechterzij of schouder, hou ik hem vast. Heel licht en hij valt meteen. Ja, is niet slim voor mij, maar ik denk dat er natuurlijk al wat 2 momenten vooraf gaan waarin het niet goed werd gezien. Waardoor eigenlijk dat deze hele situatie niet had mogen gebeuren. Dat is ook het belangrijkste na Almere City, dat je gewoon wint. En hoe is even minder belangrijk? Ja, het liefst winnen we iedere wedstrijd met 5-0. En spelen we voetbal alle bij München en Barcelona. Maar dat zit er op dit moment niet in. En we moeten roeien met de riemen die we hebben. En ja, gewonnen.